Ja, daar worden we wel eens mee geconfronteerd inderdaad. Dat we met een situatie bezig zijn en dat dan de vriendjes ons staan te filmen bijvoorbeeld. Ja. Nou, op zich, persoonlijk heb ik daar niet zo heel veel last van. Maar het is natuurlijk anders als ze jou wel in je werk verder gaan belemmeren daarin, zeg maar. Dat wordt het wel vervelend, ja. De RET heeft eigen handhavers in dienst. In kleine groepen controleren zij dagelijks en in de avond het openbaar vervoer. En waar krijgen ze nou zoal mee te maken en hoe ga je daarmee om? Een avond op pad met de buitengewoon opsporingsambtenaren openbaar vervoer. Nou, u weet dat u daar zelf wel verantwoordelijk voor bent? Weet ik. U als ouder? Weet ik. Dus u kunt nu even een kaartje kopen bij mijn collega, anders kost u een bekeuring namelijk. Ga je eruit? Nee, u gaat even een kaartje kopen voor u. Is het goed, Bus? Ja. Meer dan? Ja. Vervelend zijn ze, hè? Op de hè? Nee hoor. Als u nu even een kaartje koopt. Maar ben je een heel eerlijk persoon of ben je een moraalridder en vind je gewoon iedereen moet zich aan de regels houden en ik controleer dat of hoe? Nee. Ik kijk wel altijd naar de mens zelf, zeg maar. Ja. Ik ben altijd wel in voor om naar mensen te luisteren. Dat is ook wel wat ons werk ook wel nodig heeft, zeg maar. Maar het is toch heel simpel? Ja, wil je tuurlijk. Met de tram, bus of metro mee, dan... Zwart-wit gezien is het heel simpel inderdaad. Wil je met de tram mee, moet je betalen, klopt. Ja, maar... Er zijn genoeg redenen waarvoor mensen bijvoorbeeld niet inchecken. Ze komen uit het ziekenhuis met een heel zwaar verhaal van een man ligt doodziek in het ziekenhuis. Ook wel eens gehoord, ja. Dat was nog in de strippetkaarttijdperk, ja, vergeten te stempelen. Ja. Ja, dat kan gebeuren, ja. Maar ik kan het toch laten zien. Ik probeer alleen maar even u op weg te helpen. Ik wil u best geloven dat haar kaart in de tas is vergeten. Maar u moet ook uw verantwoordelijkheid nemen dat als u dat geen voorspijs voor heeft. Ze hebben normaal een schooltasje bij zich. Ze hebben die bij niet meegenomen. Ze is vergeten. Ja. Kan ik dan haar OV laten doen? Nee. Waarom niet? Ze is toch vergeten? Doe even conducteur alsjeblieft. Ze is toch een kind? Dat maakt niet uit. U neemt haar kind mee. Zonder geld of voorspijs. Maar waarom koopt u zelf wel een kaartje dan? Ik? De hele dag een pasje. Beseffen wij ook wel dat als je instapt, je loopt langs een tourniquet of langs de incheckpaal, dus je weet dat je moet betalen. En dat probeer ik ze uit te leggen van joh, als je dan op een tram staat te wachten, zorg dat je gewoon je vervoerswijs klaar hebt. Dat is het minimale wat je kan doen, lijkt mij. Maar het is niet alleen controle op toegang, hè? Nee, zeker niet. Het is ook gewoon een beetje de sociale veiligheid in het openbaar vervoer wat we willen waarborgen. Het aanwezig zijn, gezien worden, dat ook het veiligheidsgevoel voor de reizigers geven natuurlijk. Hè. Kijk, het is ook niet alleen zwart rijden, het is ook gewoon eigenlijk het overlast van school. Je hebt de hele dag in school gezeten en dan zijn ze vrij en dan baldadig. Ja. Er gebeurt ook een bepaalde tramlijnen, nou, daar willen we ook eventjes aanwezig zijn. Ja. Toch even laten merken, jongens, doe even rustig aan. De overige mensen hebben er ook last van. Dat soort situaties, zeg maar. En ik zie jullie altijd met elkaar. Ja. Wij houden altijd contact met elkaar. Ja. Hè? Het kan altijd zijn dat er een collega er bezig is en die heeft net toevallig een vervelende klant bijvoorbeeld. Hè? En dan is het altijd fijn als je hem even kan bijstaan. En niet dat hij dus in een lelijk gevecht terecht komt. Ja. Kijk, hij gaat wel het schoon systeem in, meneer. Toch? Ja, want u bent de kaart vergeten in tijden van controle. Ja, jongens. Kom ja. Het is omdat de ene halte was. Dacht, ja, kunnen we wel gaan. Is hier een doel. Nee, ja, maar zo werkt dat niet, meneer. Ja, je snapt het wel, toch? Maar ze was al, was je tasje, ja, daar gelaten. Fotootje maken, hoor. Ja, ik merk wel dat als je in bepaalde heftige situaties terechtkomt, dat het wel harder is. Ja? Dus ja, voorheen had je misschien eerst verbaal geweld, wat heel erg was. En je merkt nu toch wel dat het vaak heel explosief fysiek geweld wordt. Dat daar merken wij wel een keerslag inderdaad. Maar hoe ga je dan naar huis als zoiets is gebeurd? Ja, sowieso hebben we een opvang voor elkaar. Hè. Dus als we in een vele situatie terecht zijn gekomen, dan praten we erover met elkaar. En dat is meer ook om ervan te leren. Ja, hebben we dingen die goed gegaan zijn, dingen die niet goed gegaan zijn, dat soort situaties. En ook gewoon om het van je af te praten, zeg maar. Ja. Dus het moet ook wel een uitlaatklep zijn. Anders ga je het opkroppen. En er is ook altijd opvang daarna. Dus de collega's krijgen wel altijd de gelegenheid om iemand te bellen als het echt niet lekker gaat, zeg maar. Dus Maar dat is eigenlijk heel raar, want je bent er om het voor iedereen zo veilig en goed mogelijk te maken. Ja. Ik krijg die vraag ook wel eens inderdaad van, als je weet dat je dit werk doet en je kan in een gevecht terechtkomen, terwijl je dat weet, vindt dan werk nog wel leuk. Ja, ik ga niet naar buiten met de wetenschap dat ik in een gevecht terecht kan komen. Ik ga naar buiten omdat ik graag wil dat het openbaar vervoer veilig is. Ja. En daar spreek ik mensen op aan als ze dus over de schreef gaan. Ja. En dan vind ik het raar dat die mensen dan door hun eigen gedrag boos worden op mij. Dat vind ik raar. Dus als je dan via de website van bezwaren van de RET aangeeft dat u een clansregeling wil gebruiken, dan komt het ook terug in het verloopprocesverbaal wat ik opmaak. Ja. En dan komt er verder geen bekeuring van. Maar dan wordt het daarmee genoteerd dat uw dochter dus dit keer één keer haar abonnement vergeten is. Dus ze mag nog twee keer? Ja, per jaar. Nog twee keer per jaar mag je een abonnement vergeten. Ja?
Is goed. Fijne dag nog. Fijne dag. De vader krijgt nu bericht thuis dat dus zijn dochter geen geld op voertuig zat. Oké. En als hij kan laten zien dat het inderdaad een abonnement heeft. Dat er een abonnement in huis is, want je moet hem anders ook maar geloven op precies, zijn blauwe ogen. Juist, juist. Dan zien wij dat en dan wordt hij in het systeem genoteerd van inderdaad coulantregeling. En dan mag je 3 keer per jaar doen. Dus dat, en dan wordt dat daarmee opgelost. En we zijn 20 minuten verder. Ja, af en toe is het even, even slikken, maar goed. Komt het er al aan, joh. Maar u maakt gebruik van een kaartje die niet van u is. Ja, die sorry, meneer. Ik heb gevraagd of ik mag lenen. Ja, maar zo werkt dat helaas niet. Oké. Okay. Want het is namelijk een persoonlijke kaart die alleen maar door uw vriendin gebruikt mag worden. Oké. Okay. Dus dat maakt het geen geldig vervoerswijs op dit moment. Maar ik heb wel even gecheckt. Dat klopt. Nee, nou is het zo dat u wel voor de reis zeg maar, betaald heeft, ja. Maar u krijgt van mij wel een procesverbaal voor het misbruik maken van vervoersbewijs die niet van u is. U mag hem terugkrijgen, ja. Maar u mag het niet meer gebruiken. Dank u wel. Doet u dat de volgende keer wel, wordt hij wel in beslag genomen. Ja? En hoe gaan jullie zelf met social media om? Ja, wij hebben een eigen Twitterkanaal, ja. Die wij ook regelmatig gebruiken, zeg maar. En daar sturen wij regelmatig ook berichten op, waar we zelf ook een van de twitteraars van bent. Dus, ja. Maar je laat niet weten van tevoren op welke tram of metro je gaat controleren? Niet altijd, niet altijd. Jammer. Ja. Jammer. Ja, het zou toch fijn zijn? Ja, het zou fijn zijn, ja klopt. Nee, we willen ons werk ook wel interessant houden, zeg maar. Ja. Mag ik heel even wat vragen? English. Why did you park your bike here? I prefer not to. No, it's forbidden. Toeristen. Ja, maar ook voor de toerist geldt dat ze borden moeten lezen, want dat is in hun eigen land ook hetzelfde. De mensen lezen helaas geen bebordingen meer.